We zitten lekker in het zonnetje. Het is pauze. Sven moet straks spelen. Sven van de Wijgen. Jij bent lid van welke club? Het 21 Up Rotterdam. Waarom ben je zo dan gaan doen? Omdat ik, buiten het feit dat het een heel leuke sport is, vind ik het heel erg belangrijk om zelfstandig te kunnen sporten. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met hardlopen voor blinden of tandemracen, dan kan je zelf nog zo goed zijn. Maar als je medeloper of medefietser het pijpje leeg is, dan heeft dat toch invloed op je eigen prestaties op een gegeven moment. Ja, bij Showdown ben je gewoon zo goed als dat je zelf bent. Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Je maakte de kennis mee met Showdown. Kwam je op je weg tegen? Nou, in ieder geval een hoop enthousiasme. Ja, in eerste instantie ben ik natuurlijk begonnen onderaan de ladder. En heb ik me langzamerhand steeds meer op moeten werken naar boven toe, prestaties gezien. Dat heeft in de loop van de jaren heeft dat zo zijn ups en zijn downs gehad. Met denk ik de laatste jaren toch wel mijn hoogtepunt, denk ik. En dat hoogtepunt is? Mijn wereldkampioenschap titel in 2009. Waar hebben jullie die gespeeld? Dat was in Stockholm in Zweden. Oh, dus je kan nu ook internationaal. Ja. Met hoeveel mensen waren er? Nou, er waren verspreid over de verschillende landen natuurlijk. Waren we er met ongeveer 40 heren en ik dacht iets van rond 32 dames. Mm-hmm. En verspreid over verschillende landen. Frankrijk, Italië, Zweden, Amerika was er, Canada. Dus ja, eigenlijk van alles wat. Ja, Nederland mocht 5 spelers uitzenden. 3 heren en 2 dames. Team van 5 spelers plus begeleiding plus andere geïnteresseerde coaches. Onder andere. Tegen wie heb jij mogen spelen? Nou, ik heb de finale heb ik tegen een Fin gespeeld. Zijn naam is Timu Ruohonen. Dat is denk ik de beste Finse speler van het moment. Ik heb in de halve finale tegen een Sloveen gespeeld, Alexander Sabo. En dat is denk ik de beste Sloveen van het moment. En de andere halve finalist was Sebastian Modin. Dat is een Zweed. Die is uiteindelijk derde geworden, heb ik in de poolfase tegen gespeeld. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de grote namen daar in het toernooi. Dus ik heb denk ik in totaal een wedstrijd of pak een beetje 17 tot 20 gespeeld die week. En nu zit je dan op de Nederlandse kampioenschappen. Even vragen, hoe sta je ervoor? Ja goed, ik heb alles nog in eigen hand. Als ik zo mijn laatste partij van de tweede groepsronde win, dan plaats ik me voor de halve finale. Maar goed, ik ga mijn best doen om dat natuurlijk te bereiken. Want ja, ook hier moet ik mijn titel gaan verdedigen. Stel dat jij hier eruit komt als Nederlands kampioen, word je dan ook, zal je dan weer uitgezonden worden naar? Verschillende factoren hebben daar mee te maken, maar het spreekt natuurlijk altijd in je voordeel als je als prijswinnaar. Uiteindelijk is de bondscoach degene die beslist wie er naar het buitenland gaat. Op het moment dat je natuurlijk blijft winnen, dan kan hij niet om je heen, zeg maar. Mm-hmm. Maar zijn die weer dit jaar een wereldkampioenschap? Nee, dit jaar in augustus hebben we het Europese kampioenschap. Mm-hmm. Ook niet onbelangrijk trouwens. Mm-hmm. En dat is wederom in Stockholm. En in juli hebben we nog een internationaal toernooi in Praag. Als voorbereiding op. We zijn met de selectie zijn we eind mei zijn we ook al in Zweden geweest voor een internationaal toernooi. Daar heb ik goud gewonnen. En in april zijn we ook nog naar Milaan geweest voor een internationaal toernooi. En daar werd ik helaas in de kwartfinale uitgeschakeld door dezelfde persoon als waar ik de finale van het WK tegen gespeeld heb. Dus dat kon gebeuren. Hè. Ik bedoel, je kan hem winnen en je kan hem ook net zo makkelijk verliezen. Gaan kijken of het wordt winnen of verliezen wordt vandaag. Veel succes. Dankjewel. Ik ga mijn best doen.